Hallo allemaal, ik ben Sjoerd van Fietsexamen Nederland en namens de gemeente Leidschendam-Voorburg ga ik jullie de fietsroute Leidschendam laten zien. Gaan jullie mee? Voordat je op je fiets stapt, kijk je natuurlijk wel eerst of je fiets in orde is. Zijn je banden hard? Doe je remmen het? Doet je licht het ook als het donker wordt? En werkt je bel? Als alles in orde is, kun je gaan fietsen. Verkeer van rechts heeft heel vaak voorrang. Hier moet je dus goed naar blijven kijken en dus ook voorrang geven als er verkeer aankomt. Je steekt pas over als je zeker weet dat de weg helemaal vrij is. En je zorgt dat je beide kanten op hebt gekeken. Ook de fietsers hebben hier voorrang. Als je een bocht naar rechts fietst, moet je zorgen dat je op je eigen weghelft blijft. Neem je de bocht te ruim, dan kom je op de verkeerde weghelft terecht. En dat is gevaarlijk. Tijdens het fietsen blijf je goed om je heen kijken wat andere weggebruikers doen. Als je zelf van rechts komt, heb je voorrang. Ander verkeer dat van rechts komt, moet je voorrang geven. Voordat je de bocht omgaat en je hand uitsteekt, kijk je natuurlijk eerst over je schouder. Dan pas steek je je hand uit en met twee handen aan je stuur ga je de bocht om. Hoe vinden jullie dat Sjoerd het doet? Denken jullie dat hij zijn fietsexamen gaat halen? Op dit punt moet je goed uitkijken of er verkeer is waar je voorrang aan moet geven. Je steekt pas over als je zeker weet dat de weg helemaal vrij is. En je zorgt dat je beide kanten op hebt gekeken. Ook de fietsers hebben hier voorrang. Als je een bocht naar links fietst, moet je de bocht ruim genoeg nemen, omdat je anders op de verkeerde weghelft komt. Dat kan gevaarlijk zijn.
Op deze plek in de route deed ik 3 dingen fout. Heb jij gezien wat ik fout deed? Tijdens het fietsen zat ik op mijn telefoon, wat natuurlijk onwijs gevaarlijk is en echt niet mag. Ik reed op de verkeerde weghelft en ik heb niet gekeken of ik voorrang moest geven of voorrang kreeg. Had ik natuurlijk wel moeten doen. Je moet tijdens het fietsen altijd goed om je heen blijven kijken. Kijken jullie hoe ik het nu wel goed doe? Zo hoor je namelijk wel te fietsen op de route. Als je een kruispunt gaat oversteken, dan kijk je goed naar beide kanten. Als je een bocht naar rechts fietst, moet je zorgen dat je op je eigen weghelft blijft. Neem je de bocht te ruim, dan kom je op de verkeerde weghelft terecht. En dat is gevaarlijk. Als je iets op je eigen weghelft tegenkomt, kijk je eerst om je heen of je kunt uitwijken. Dan pas wijk je uit en daarna ga je weer terug naar je eigen weghelft. We zijn bijna aan het einde van de route. Hier aan het einde moeten we zijn. Daar ben ik weer. Dit was de fietsroute Leidschendam. Heel veel succes met oefenen en natuurlijk ook bij het echt examen straks. Doei!